ASV De Dijk won voor het laatst op 23 september een thuiswedstrijd tegen Achilles 29. En krijgt hier een hele grote kans via Raaien, maar die staat buitenspel. Maar wel een goed begin van de thuisploeg, de ploeg van Twisker die het zo lastig heeft in de tweede divisie. Dan een hoekschop aan de andere kant. We zitten dan in minuut 41. Het leunen mag van de scheidsrechter en het is 0-1. Doelpunt te maken Artien. En zo komt Rijnsburgse Boys dus op een 0-1 voorsprong in Amsterdam. Artien kopt hem goed binnen. En zo leidt Rijnsburgse Boys. Rijnsburgse Boys wist in het kalenderjaar 2018 nog niet te winnen. Verloor vorige week ruim van IJsselmeervogels. Dit is Serboni, Hens van Kuipers. Gezien door scheidsrechter Bronsvoort. En vlak na rust een ideale mogelijkheid dus voor Rijnsburgse Boys om een 2-0 voorsprong te komen. Is het wel Hens? Dit is Serboni. Ja, het is inderdaad Hens. Dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Het is mooi om vanaf je slaapkamer raam te kunnen kijken naar een wedstrijd in de tweede divisie. En het is 2-0. Doelpunt te maken Goeman. Zijn zevende van het seizoen. En het lijkt er dus naar uit te zien dat Rijnsburgse Boys eindelijk weer eens een wedstrijd gaat winnen in de tweede divisie. Het was dé verrassing voor de winterstop. Maar na de winterstop is de ploeg het helemaal kwijt geweest. Maar vandaag gaat het dus goed met Rijnsburgse Boys. Dit is Tillema, Jeffrey Jongenelen en het is 0-3. En zo gaat Rijnsburgse Boys dus de zesde uitzegen van het seizoen boeken. En is het de negende thuisnederlaag voor ASV De Dijk. Dat dus volop strijdt tegen degradatie. Maar ja, moet je wel eens een keer thuiswedstrijden winnen.